Marianne van Max Groningen en vandaag staan we in de Kleine Bergstraat. Het is de straat is vlakbij het Noorderplantsoen en we gaan kijken naar een leuke kamer. Hier heel dichtbij is een plus, dus de supermarkt is in de buurt. Het Zernike complex is ongeveer 7 minuten fietsen. Nou, het regent, dus laten we snel naar binnen gaan. We gaan kijken bij nummer 30A, kamer nummer 10. Dus kom maar met me mee. Nou, we zijn aangekomen op de eerste etage, waar de wasmachine, de douche en het toilet zich bevinden. Nou, hier is direct de wasmachine. En achter deze deur is de douche. De cameraman zal hem eventjes laten zien. Lekker ruim. En deze deel je met de andere bewoners in het gebouw. Nou, dan is achter deze deur het toilet te vinden. En deze wordt ook gedeeld met de andere bewoners. Nou, op de tweede etage bevindt zich de kamer, dus laten we daar snel heen gaan. Nou, welkom in de kamer. De kamer is te vinden op de tweede etage, zoals ik net al zei. Dus laten we even een rondje lopen. Nou, zoals je kunt zien is hier voldoende ruimte voor een groot tweepersoonsbed. En hier aan de zijkant heeft de huidige bewoner heel mooi een kast geplaatst, waardoor de ruimte optimaal benut wordt. Hier is een groot dakraam die open kan, dus lekker voor de frisse lucht. Dan loop ik even door naar de andere kant. Nou, hier heeft de huidige bewoner een kledingrek en daar aan de andere kant is ook nog ruimte voor een kast. Kortom, voldoende ruimte. Dan hebben we hier ruimte voor een eettafel, waardoor de kamer mooi bewoonbaar is. En dan hebben we hier de keuken. De keuken is voorzien van een koelkast met een gaspit, een afzuigkap en verder voldoende ruimte voor al je potten en pannen. Nou, dan draaien we nog één keer eventjes bij. Nou, ik heb jullie nu de hele kamer laten zien. Het is een leuke studentenkamer op de tweede etage, vlakbij het Noorderplantsoen. Dus heb jij nou interesse in deze kamer? Kijk dan voor de beschikbaarheid bij ons op de website.